Dit zou wel eens een hele saaie smaaktest kunnen zijn. We hebben het hier over yoghurtdrankjes. De meeste drankjes hebben wel een fruitsmaak en daar blijft het meestal wel bij. Als je zin hebt in een andere smaak, ik kan me zo voorstellen yoghurt-honingdrank, yoghurt-notendrank in allerlei smaken, amandelnoot bijvoorbeeld, walnoot, wat heb je nog meer, pistache. Lijkt me erg interessant. Maar als je het echt over de boeg wil gooien en echt fantasie hebt, dan gooi je er een koffieboon in. Ja, fantasie? Nee, het is werkelijkheid. Want ik heb inderdaad een yoghurt koffiedrank in de winkel gevonden. En eigenlijk in een buitenlands winkeltje. En dan precies zijn een Pools winkeltje. Want het is ook alweer een Pools merk. Bakoma is het merk en Twiste, dat doen ze daar. Een yoghurtdrank Twist, dus met een koffiesmaak. Erg interessant. Ik heb deze ook meteen maar genomen als eerste. Of één als eerste in ieder geval. Ja, want jij vindt het niet in feite. Laat ik me gaan openmaken. Ik ben heel erg nieuwsgierig ernaar. Hem al even schudden, zie ik. Dat doen we ook meteen even. En het is echt geen geintje. Het is, bestaat echt. Yoghurt met een koffiesmaak. Maar hoe is die combinatie? Want het is toch wel vreemd. Dan moet het of erg zoet zijn. Of minder zuur. Ja, of juist niet. Dat kan ook. Nou, je ziet het. Het is wat dikker. Ze gebruiken ook echte yoghurt. En de smaak en een suikertje. Het is bijna als de Kokio, de chocoladedrank. Ook maar 3 ingrediënten. En het is bijna met dit zo. Nou, ik ben erg benieuwd. Zo ziet het er dus uit. Niet zo heel erg donker. Nou, daar gaat hij. Proost. Erg interessant is feiten. Ik ben blij dat ik het eventjes naar binnen gewerkt heb. Want ja, ik had er toch wel een klein beetje trek in. Hier staat ook de ingrediëntenlijst. Gelukkig in het Engels. Zet het goed in lezen. Suiker, koffie, 0,3%. En dan staat er iets van low fat cacao een beetje. Waarschijnlijk voor de kleur ook. En natuurlijk de bacteriën die erin horen. Je ziet het, heel weinig ingrediënten. En niet eens E-nummers of kleurstoffen of rare suikertjes, dat soort dingen meer. Maar hoe is de smaak? Ja, de smaak is toch wel een klein beetje naar de koffie. Erg vreemd, wel lekker, dat moet ik wel zeggen. Hoewel ik een koffiefanaat ben, is het toch niet mijn favoriet. Misschien is het de ja, te vreemd. Dat kan ook. Maar aan de andere kant, ja, kan het wel eens lekker uitpakken. Een echte koffiesmaak of een sterke koffiesmaak zit er gelukkig niet aan, want dan zou het helemaal vreemd zijn. De yoghurt is niet al te zuur. Dat scheelt een heel stuk, maar wel erg romig. Ja, dat hoort het eigenlijk te zijn. Je zou kunnen zeggen, het is een van die koffiesoorten die erg romig is, erg dik is. Je zou bijna kunnen zeggen, het is bijna een milkshake-achtig product. Maar toch ook weer niet. Niet al te zoet. Ook niet al te zuur. Het heeft wel een lichte frisheid, dat wel. En samen met de koffie maakt het een heel interessant smaakje. En waar je echt lang over na kunt praten, eventueel. Ja, of juist niet. Je houdt er helemaal niet van en je gooit het weg.
Ja, ik vind het toch wel een beetje geslaagd. Als je ervan houdt, van andere vreemde smaken, dan kom je hier toch wel goed tot zijn recht in feite. Dit was Clayton Jealous met een twist van Bacoma. Een twist yoghurt met een twist van een koffie erin. Een hele kleine twist van 2 seconden misschien. Ik dank u voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag of anders een prettige avond. Dag, dag.